We staan nu bij een van de 1100 stuwen in Limburg. Deze stuwen worden bediend door de grondeigenaren. In veel gevallen zijn dat allemaal boerenbedrijven. Het heeft de afgelopen dagen nogal wat geregend. Zoals je ziet staat er water voor de stuw. En dat is nou net wat we willen. En hiermee kan de boer meehelpen om die grondwaterstanden aan te vallen. Het waterschap heeft opgeroepen om alle stuwen hoog te houden. Ook deze boerenstuw die staat goed om water vast te houden. Die oproep geldt nog steeds omdat het nog altijd te droog is. We zijn heel blij dat agrariërs zelf experimenteren met dit soort technieken. Wat wij als waterschap graag zouden willen is dat dit over heel Limburg wordt uitgerold, dat meer boeren hiermee beginnen. En als waterschap willen we deze boeren graag ondersteunen daarin. We hebben dat al gedaan een aantal jaren geleden door pijlgestuurde drainage te subsidiëren. Met de nieuwe droge zomers in aantocht komen er ook andere technieken beschikbaar die wij als waterschap, maar ik denk misschien ook de provincie, willen ondersteunen.